Degene die wel zware spullen eraan hing, dat was die Marcel die ik in huis had. Heb ik hem ook voor gewaarschuwd, ik wil dat niet hebben, want dat kan er niet tegen. Ja, ik heb wel gekeken hoe het vast zit, dat kan best. Ik zeg, voor jou, ik zeg maar niet voor mij. Maar ja, niet luisteren, toch weer doen, hè. Ja, ik snap dat niet, hè. Een vent van 43 jaar. Het had qua leeftijd mijn zoon kunnen wezen, want mijn eigen zoon die is ook zo oud. Ik denk dat het allemaal is gekomen omdat ik te veel aan mijn hoofd had met die Marcel. Door die Marcel, et cetera. Dat ik gewoon steeds vergat om af te sluiten of wat dan ook. Want ik kan geen één filmpje vinden dat ik afsluit. Ja, dus ik heb mijn rot gezocht. Niks te vinden, dus ja. Gebeurt me de laatste tijd weer vaker. Ik dacht er iedere keer wel aan, maar ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ik ga zo de meisjes uitlaten, het is al laat. Het is 4:10, toch? 15:39, ja. Ik was niet vooruit te branden, ik was niet in orde. Dat is gelukkig wel weer over op één dingetje na, maar dat komt gewoon nog door de stress dat mijn jukbeen pijnlijk is. Maar ik had barstende hoofdpijn, dat is allemaal over. En we gaan weer vrolijk door. Ja, ik moet eigenlijk de keuken schoonmaken, maar er is zoveel waar ik nog doen moet. En ja, ik weet niet waar ik eigenlijk beginnen moet en wat ik wil eigenlijk. Maar ja, dat merken we wel. Ik ga zo meteen eerst gewoon lekker even met de meisjes uit. Dat vind ik het belangrijkste. Ze zijn wel al in de tuin geweest, maar dat is enkel genoeg wanneer je echt ziek bent. Of weg bent en dat een andere dan even voor je doet. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ze zijn gisteren ook niet vergeten. Hé? Nee, hè, meisjes. Nee, echt niet. Maar dan ga ik het zelf weer lekker even oppakken. En het lichaam die wilde niet na de dag van gisteren. Maar ja, dat weet je. Als je het een en het ander markeert en je gaat een hele dag gezellig de hort op, dan een paar dagen daarna even wel de rekening die je moet betalen. Ja, en dat heb ik dus. Hé? Maar in ieder geval, toen heb ik nog de wasmachine leeggehaald. Nee, de droger leeggehaald. Toen de wasmachine leeggehaald. En dat in de droger gedaan. Die staat aan en ik heb de wasmachine weer gevuld, maar er zit maar één ding in, omdat ik niet weet of dat afgeeft. Dus voilà. Die heeft maar een kwartiertje nodig. En dan is die ook alweer klaar. En dan kan ik hem zo ophangen op de douche-rails, waar een gordijn op hoort te hangen. En dan is die ook zo droog. Ja, dat is ook wel een laak, maar licht gewicht. Het is niet echt zwaar. Maar in ieder geval, degene die wel zware spullen eraan hing, dat was die Marcel die ik in huis had. Heb ik hem ook voor gewaarschuwd, ik wil dat niet hebben, want dat kan er niet tegen. Ja, ik heb wel gekeken hoe het vast zit, dat kan best. Ik zeg, voor jou, ik zeg maar niet voor mij. Maar ja, niet luisteren, toch weer doen, hè. Ja, ik snap dat niet, hè. Een vent van 43 jaar. Het had qua leeftijd mijn zoon kunnen wezen, want mijn eigen zoon die is ook zo oud. Die is zelfs nog ietsje ouder, een maand ouder. Maar nee, jij gaat zo niet met mijn spullen om. En dan ook nog in principe stelen. Ja, op mijn adres dingen bestellen. Prima dat je het op mijn adres doet. Maar doe het op je eigen naam, achterlijke molot. Ja, maar ik betaal niks hoor. Nee, de politie komt vanzelf wel bij je. Ja. Dus ik heb de politie al gebeld. Ik krijg een telefoontje van Den Helder terug. Want ja, het was weekend, hè. Ja,
En dan kom je erachter dat meneer niet betaald had en dat hij het op mijn naam allemaal had besteld. Ja, openrotten. Vuile vieze Rik. Dief. Ja. Maar het komt wel goed hoor. Ik lig er niet wakker om hoor. Nee, maar je bent wel een vuile dief. Ja, je bent een rat. Je bent net zo vuil als dat zootje uit Den Haag. Ja. Maar oké, maakt het niet uit. Ik ga mijn meisjes intuigen en mezelf even intuigen. En dan gaan we lekker even lopen. Hé? Ja nou? Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon van het weer. Ondanks dat het heel hard waait. Het waait echt als een raket. Maar het is prachtig mooi weer. Het is ook niet koud. Het is 20 graden. Dus het is gewoon lekker. Er staat gewoon veel wind, ja. Maar hoeveel weet ik niet. Hey. Misschien wel 50 kilometer per uur, wat weet ik ervan. Maar ja, boeit niet, we gaan er lekker van genieten. Lekker even de buitenlucht in. Ja toch? En hoe ik terugkom, nou, dat zal wel weer door de war zitten, maar dat boeit me niet. Ik zeg voor nu, geniet ze en geniet een beetje met ons mee en tot later. Zo lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ik ben druk bezig met een vlog. Video. Ik ben met het laatste stukje bezig. En ik denk dat het allemaal is gekomen omdat ik te veel aan mijn hoofd had met die Marcel. Door die Marcel, etcetera, etcetera. Dat ik gewoon steeds vergat om af te sluiten of wat dan ook. Want ik kan geen één filmpje vinden dat ik afsluit. Ja, dus ik heb mijn rot gezocht. Maar niks te vinden, dus ja. Gebeurt me de laatste tijd weer vaker. Ik dacht er iedere keer wel aan, maar ja. Als je iets anders aan je hoofd hebt, wil dat wel eens gebeuren, dat je dingen weer verrekt. Ja. Ik ga, ik heb het even opgeslagen. Het staat nou tot zover klaar. Ik ga zo meteen eerst weer mijn meisjes uitlaten. En even een hapje eten. Ik heb een lekker slaatje staan. En dat ga ik lekker oppeuzelen en even televisie kijken. Eventjes. Tijd voor mezelf en dan ga ik daar weer mee verder. Het is enkel nog even afsluiten. Muziek eronder. En ik wil short zeggen, maar nee. Ja, waarschijnlijk dat er morgen geen eens geen short komt. Ik weet het niet eens. Ik heb gisteren geen shorts gemaakt. Dus ja, sorry beloren. Maar het komt wel goed. Wat wil ik nou zeggen? Geen short, maar switch ertussen. Dus. Straks die tekst maken en dan switchen, muziek eronder en switchen ertussen. En dan kan die aan elkaar renderen. En dan is het even opslaan naar de apparaat. En dan opslaan op YouTube en inplannen. Dus ja, komt helemaal goed. Het is nog prachtig mooi weer. Hoeveel graden? Ja, daar staat 19 en daar staat 19. Dus het zal wel goed wezen. Ja, toch? Ik ga ook kijken of Kandalf weer binnen wilt komen. Die is buiten. Nou, en ik wil die niet buiten hebben als ik ga lopen. Want dan loopt die achter me aan langs die drukke, twee drukke straten. En dat wil ik absoluut niet hebben. Nee. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon verder met jullie ding. En geniet ook een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik ben weer reeds thuis met de meisjes. En jullie willen niet weten hoe koud het is. Ja, gemeen koud. Waterkoud vind ik het. Maar ja, of er regen uitkomt, weet ik ook niet, want het is nog steeds wel verder mooi weer. En een drukte weer op de kermis van Heat of Yesterday en ook nog live muziek erbij op het podium. Ik ga er niet heen. Neem me niet kwalijk, want kan je me juist opvegen. Ik heb wel de aardbeienplantjes weer water gegeven. En ik heb er zelfs een paar nieuwe blaadjes gezien. Ja, ik ben benieuwd of het inderdaad aanslaat. Ja. Ik ga de televisie aandoen en ik ga mijn slaatje pakken. En welke? Runder geloof ik dat het is. Rundersalade, zo'n groot ronde bakje. Ja, zo'n groot rond bakje. Dus ja, dat gaan we even oppeuzelen. Ik zal er een vorkje erbij pakken.
Ja. Zo. En dan gaan we er lekker even op smukkelen, smikkelen en smullen en doen. Ja. Ik heb helemaal zin in. Ja. Ik was een beetje kat, mijn arm dichtbij. Ja, loop door. Ja, loop door. Tante Polle op. Ja, doorlopen. Ik zet het op jullie, hè, jullie bak neer. Ja. Zo, ik ga lekker even nog de tafel ver klaarmaken, even een placement neerleggen. En een sapje erbij. Oh nee, ik heb ook nog een watertje gisteren gekregen van Spa Rijnen. Ja, dus lekker, lekker, lekker. Maar ja, of het wel inderdaad zo lekker is, weet ik niet. Dan moet je even op YouTube gaan kijken naar de watertest. Ja. Maar ja, we moeten toch drinken, hè? En dus, dan maar dit, en dan maar dat, en dan maar zusje, en dan maar zo. Ik zou zeggen, gewoon genieten. Ja, wat je ook drinkt, moet jij weten. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ze, en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer, even zien. 0:36, dus 6 minuten over 12:30. Dus wij gaan naar bedje toe. Lekker slapen. En ik hoop dat we morgen weer gezond op mogen staan. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten. Dus slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg dus graag tot aan de andere kant van de nacht.